Vandaag moeten wij zien te overleven in deze kleine wereldborder. Oh, lieve mensen, waar zijn we nu weer beland? Ik kan niet verder komen dan deze wereldborder, serieus. Hoe ga ik dit dan ooit overleven? Ik, ik bedoel, ik, ik heb een boompje, ik heb wat gezelschap. Hallo, schaap en een koe. Willen jullie bij mij blijven of zitten jullie ook gevangen in de wereldborder? Oké, okay, het lijkt erop dat jullie ook gevangen zitten. Dat is mooi. Nou, heb ik dus wel voedsel uh, en heb ik een schaap voor een bedje. En gelukkig. Heb ik een boom? Alleen daar ga ik niet veel verder mee komen. Wij moeten een manier vinden om deze wereldborden groter te maken. Of ik ga het niet overleven. Dat is één ding wat zeker is. Maar tot die tijd moeten wij het dus overleven. En dat is gelukkig een stukje makkelijker met. Oké, okay, zaadjes Daar kan ik een boerderij mee maken. Maar laten we maar eerst even denken aan tools. Zonder tools ga ik het namelijk niet overleven in Minecraft. Dat is regel 1 in een nieuwe wereld. En als we heel slim zijn, zorgen we ook meteen inderdaad voor een sapling. Zodat ik daar een nieuw boompje uit. Kan groeien. Want normaal gesproken hoef ik dat niet te doen. Alleen, ja, ik heb niet alle ruimte van de wereld. Zolang het houdt, maar mijn kant opvalt, dan zou alles prima moeten zijn. Gelukkig, kijk, crafting table gemaakt. Even wat stok. Weet je wat ik kan gaan doen? Dan ga ik gewoon meteen een pickaxe maken. En ga ik meteen stone tools fixen. En dat natuurlijk niet alleen. Ik ga ook meteen ervoor zorgen dat ik gewoon een huisje kan bouwen. Want wie weet, misschien komen er wel gewoon andere mobs in mijn wereldborden. Zoals een zombie, een spin, een creeper. En dan ben ik al helemaal de shaak. En dat willen wij natuurlijk niet. Laat ik dan maar gewoon meteen hier beginnen met graven. Kijken of ik heel erg snel kool kan vinden. Misschien een klein beetje iron, zodat het mij kan helpen. En we moeten ook meteen gaan verzinnen wat voor soort huis we gaan maken. Ik bedoel, gaan wij om de huis maken. Gaan wij een normaal huisje bouwen? En ik moet natuurlijk ook mijn voedsel meteen gaan regelen. Ik bedoel, ik heb al drie zaadjes. Ik. Ik heb geen water, merk ik nu. Dat is niet heel erg goed. Uh, ja, oké. Okay. Hoe we aan water gaan komen? Ik denk dat we moeten gaan mijnen. Of, ja, daar is water, maar dat duurt echt super lang. Ik weet ook niet eens of deze wereldborden groter gaat worden, of dat ik het letterlijk hier in deze vierkant moet overleven. Waardoor denken jullie dat deze wereldborden groter gaat worden? Laat even weten in de reacties en laat een blauw duimpje omhoog achter, want misschien helpt dat ook wel. En ik zat natuurlijk ook na te denken. Van hout hebben we niet heel erg gek veel, maar van steen hebben we altijd wel heel erg veel. Dus ik zou in principe gewoon meteen een huis van steen kunnen maken. Niet Heel erg gebruikelijk, maar hey, wat maakt dat nou weer uit? Ik moet proberen te overleven en ik heb onderdak nodig. Wacht, trouwens, wat we kunnen gaan proberen, is we kunnen proberen onder de wereldborden doorheen te graven. Misschien helpt dat wel. Oh, dat zou echt ideaal zijn, alleen ik heb er een klein beetje een hard hoofd in dat ik onder de wereldborden heen kan graven. Maar tot nu toe... Oh, Oké, okay. ja, dat gaat hem dus ook niet worden, helaas. En ik moet heel eerlijk zeggen, tot nu toe heb ik ook niet heel erg veel geluk met wat kool of wat iron. Of überhaupt misschien een cave, dat zou heel... Heel erg fijn zijn. Oh, ja, kijk. En daar is onze eerste call. Ik, kijk, ik word er wel blij van. Maar ik weet op zich niet echt wat ik ermee kan doen. Ik kan toortjes maken. Maar in principe kan ik goed kijken in het donker. Dus dat is geen probleem. Oh, trouwens. Wacht eventjes, we kunnen kijken of XP de wereldborder vergroot. Ik heb een keertje gehad dat ik ook een wereldborder had. En door XP en levelen werd de wereldborder groter. Dus als we nou even level 1 worden, kunnen we kijken of de wereldborder groter is geworden. En ik ben alweer met level 1. Laten we nog eventjes doorgaan met dit koolhakken, want het is echt knijterveel kool. Dat is wel heel fijn. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat die wereldborder nu stukken groter is geworden. Ja, dat, dat moet haast wel. En de wereldborder is... Niet. Groter geworden Ik dacht echt dat het levelen de wereldborden zo groter zou maken Maar dat is dus niet het geval Nou, dat is een beetje jammer koetje Ik vind dat heel erg jammer Oké, okay, geen nood, geen nood, geen nood we, we komen wel op een manier Voor nu moeten we gewoon eventjes lekker gaan graven Kijken of er misschien wel hier ergens een case system is Waar we de spulletjes van kunnen krijgen En wie weet, misschien wel iron Ik moet mezelf beschermen, ik moet armor maken Want ja, van zoveel steen kan ik natuurlijk geen mooi huisje bouwen En, ik hoop dat ik dus... Oh, nou. Mijn pickaxe is ook weer kapot. <laughs> en ik hoop dat ik water tegenkom. Dat zou helemaal top zijn. Dan kunnen we namelijk een boerderijtje maken. Waar we natuurlijk weer weed van kunnen gaan groeien. En... Als ik goed hoor, hoor ik volgens mij skeletons en water en zombies hoor ik ook. Dus dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat we ergens bij een cave zijn. Oh, Iron, let's go. Het is hier ergens links. Wacht, laten we hier even kijken. Nou hoop ik niet dat ik de wereldborden tegen ga komen. Dat ik opeens een cave tegenkom en dat er ineens de wereldborden ervoor staat. Oh, het geluid wordt harder. Het geluid wordt harder. We zijn heel erg dichtbij nu. Het zit ergens onder mij of zo. Oké, okay, wacht eventjes. Nou moet ik eventjes op gaan letten, want ik hoor heel veel zombies. Ik hoor een skeleton. Lijkt alsof ik water hoor. Wat? Oh, Water! Oh, mijn god! We hebben water, we hebben water. Let's go. Wacht, waar is de wildborden dan? Is die... Oh, die is hier! Oh, mijn god, we hebben echt knijterveel geluk. Alleen, ik hoor ook echt knijterveel zombies. Die moeten hier ergens zijn. Hallo? Zijn hier de zombies? Hé, hey, we hebben een Glow Squid. Wat goed. Ik ga jou Barry noemen. Mag ik jou Barry noemen? We hebben, we hebben nog een huis hier erbij. Let's go. Hé, eh, maar waar zijn die zombies dan? Die zijn hier ergens. Oh, ja! Oh, mijn god, die zijn daar. Ah! Creeper! Nee! Blijf daar. Blijf daar, vriend. Wacht, we gaan... Auw! En een skeleton. Ja. Hé, eh, nee, nee, nee! Ah! Nee! Oh, nee, wacht. Mijn glow squid. Mijn glow squid. Nee, 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 nee. nee. Ik wil dat jullie het overleven. Oh, er is gewoon één dood. Nou, dat is... Uh, dat is niet zo heel erg fijn. Wacht even. Hier... was een cave. Dat weet ik zeker. Wacht even. Zo. Oh, een skeleton. Oh, nee, daar gaan we niet heen. Oké, okay, wacht eventjes. We zitten echt perfect. De wereldborden zitten eigenlijk ook een soort van perfect. Daar is een skeleton met zombies. En een vleermuis. Oké. Okay. Mooi. Wacht even. We hebben water. Ik heb alleen net niet genoeg iron om een bucketje te maken. Dus als we nog ergens iron kunnen vinden, dan kan ik een bucket maken. Dan kan ik een boerderij maken. En we gaan ook meteen aan ons huis bouwen. En de makkelijke manier dat we iron kunnen vinden is daar beneden. Dat weet ik bijna 100% zeker. Alleen er zijn daar echt knijterveel zombies. Een skeleton en nog een creeper. Nee, oh. Dat scheelt weinig. Oké, okay, focus Santino. Focus, focus. We moeten even kijken wat we gaan doen. Prioriteiten stellen nu. Laten we als allereerst eens even kijken of er misschien hier bij het veilige gedeelte nog Iron It vinden is. We hebben de wildborden. Dus wat we kunnen doen is, we kunnen ook proberen gewoon langs de wereldborden heen te graven. En dan misschien kijken of wij dat helemaal. Oké, okay, dat kan ik dus niet, want ik heb geen pickaxe meer. Ik heb nog een houten pickaxe. Om te kijken dus of wij misschien een heel groot vierkant hier beneden kunnen graven. Dit kunnen we dan gebruiken misschien als een soort van opslagruimte waar we dan heel snel even een soort checkpoint kunnen maken. Oké, okay, laten we even een plan maken. Ik moet ervoor zorgen dat ik heel makkelijk deze mobs hier kan verslaan. Dat is niet heel moeilijk vanaf hier volgens mij, behalve voor die skeleton. Dat wordt wel een lastige. Als ik nou hierheen graaf, oh, dripstone? Oh mijn god, we zitten echt in een dripstone cave. Dat is heel erg ideaal. Oké, okay, wacht even die creeper. Die kunnen we denk ik laten ontploffen. Dat is geen probleem. Hallo. Zijn daar mobs? Oké, okay, wacht even. We bouwen het heel even makkelijk. Kijk, dan kunnen de mobs, als het goed is, nu niet bij me komen. De zombies. En ik weet niet waar de creeper is. Maar die creeper gaat ook zo dood. Dat is één. Dan moeten we deze nog. Kom. Ga dood, alsjeblieft. Dat is twee. Dat is drie. En dan moeten we ook nog rekening houden met die skeleton. En die creeper ook nog, natuurlijk. Oké, weet je wat? Ik ben nu niet bang. Kom maar, zombie. Waar ben je? Daar ben je. Hop. Hop. En hoppa, die is dood. En oké, okay, daar zijn de creeper. En oh, de zombie. De, 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 de skeleton bedoel ik. Oké, okay, ontplof maar. Wacht, ontplof creeper. Kun je ontploffen? Ja, die is dood. En. Auw! Oh, chips, er zitten nog. In. Oh, mijn god, we hebben een. Oh, cave! Oh, wacht, mind system. Oh nee, maar de wereldboorder is daar. Dat meen je niet. Oké, okay, die is dood. Mooi. Creeper. Ontplof, ontplof, ontplof. Oké, okay, die hebben we. Mooi. Woof. Dan hebben we hebben dit stuk helemaal uitgekomen. Oh, waar komt. Oh nee, wacht, dat was de pijl van de skeleton. Oh Oh, mijn god, wacht. Iron. Ja, mooi. Oké, okay, we hebben nu genoeg iron. Voor een bucket en. Oh, mijn god, er zit hier echt heel veel iron. Voor een bucket en dus uh, iron tools. Wat heel erg fijn is. Wacht, kan ik er doorheen? Nee, ik kan er niet doorheen. Ik dacht heel even dat ik er doorheen kon. Wauw. Kijk, dit is dus echt helemaal perfect. Zit dus, als ik het goed zag. Oh, god, er zit hier nog veel meer. Een mineshaft. En een mineshaft betekent dus. Heel veel loot. Um, Skelly, wil jij ook nog even dood? Zo, zo. Auw, bijna dood. Appa, oké, okay, ik ben nu ook zelf bijna dood. Creeper, nee. Wat ga dood. Onplof, ontplof, plof. Oké, okay, dood. Mooi. Oh, dit is perfect. Dit is echt perfect. Nou ja, uh, het is nou niet helemaal perfect, want de wereldborden is niet veel groter. Als de wereldborden groter kan worden, dan is het wel heel erg perfect. Maar dit stuk is dus nu helemaal van ons. Daar is Iron. Er zijn dus veel meer mogelijkheden hier. Ik denk dat daar namelijk ook als we daarheen gaven, dat er misschien ook een paar dingen zijn. Daar zijn een paar dingen. En dat is het wel zo'n beetje. Het belangrijke is dus nu dat we Iron hebben gevonden. Dat is mooi. Dan ga ik nu zo snel als mogelijk een boerderij bouwen. Ik heb eten nodig. En ik ga die koeien en die schapen nu nog niet killen. Want die ga ik namelijk proberen te breeden. Zodat wij daadwerkelijk gewoon een hele heuse mob-farm hebben. Dat zou ook heel erg fijn zijn. Maar voor nu is dit eventjes genoeg. We weten dat hier, dit hier zit. Wat helemaal perfect is. Dan gaan we er dus nu voor zorgen dat we bovengrond ook kunnen gaan over leven. Dus door middel van een huisje en een boerderij. Wow, wacht even. Wat doet die creeper hier? Nee. Oh, wacht even. Misschien is het toch wel handig dat ik toortjes ga plaatsen hier. Wat alles pan is hier. Ja, of het moet al donker zijn. Is het donker? Oh, god. Volgens mij is het donker, hè? Ja, het is... Uh... Oh, het is licht. Ah, nee, het is donker. Uh-oh. Geen creepers, mobs? Nee? Oké, okay, mooi. Haha! <laughs> Kijk, dan moet ik hopen dat ik genoeg zaadjes even krijg. Het mooie is, we hebben bones. Dat betekent boomwil. Dus we kunnen altijd gras groeien. En van de farm die we natuurlijk gaan maken, krijgen we ook zaadjes. Dus dat is ook helemaal perfect. Uh, hallo! Dan gaan we even kijken, want dit is de ingang van onze mine. Dus die houden we ook gewoon lekker zo. Dan ga ik denk hier een boerderijtje maken. Dan moet dit eventjes weg. Uh, lieve koetje. Kun jij alsjeblieft even weggaan? Hier komt namelijk een boerderij. Nee! Oké, okay, um, ja, dat was uh, dat was een creeper. Die hoe komt de creeper nou weer hier in één keer? Waarom hoorde ik hem niet? Ik was bezig met een hoop maken. Oh, dit is vervelend. Kijk dit gat. Nou, dat uh, was onze eerste dood, jongens. Dit is uh, niet goed. <laughs> oh, wacht even. Dit moet natuurlijk niet. Zo, hoppa. Wat was dat nou weer? Hoe komt een creeper hier? Ik zag hem niet. Ik hoorde hem niet. Ik ga toch niet zeggen dat een creeper hier wel doorheen kan lopen, hè? Dat is wel heel erg vervelend, namelijk. Die spande echt letterlijk in toen ik bezig was. Dat, uh... <laughs> Dat is niet zo heel erg goed. Even kijken. Dan nou moet ik dus ook telkens achter me kijken of er iets achter me span. Dat is zo vervelend. Even kijken. Dan pakken we het water hier. En dan plaatsen we het gewoon lekker hier. Dan maken we hier wat farmland eromheen. Zo. Hoppa. Hoppa. Even lekker groot. Ik heb echt veel namelijk nodig. Kijk. Hatsa. Dat is helemaal perfect. Doen we dit eventjes zo. Hoppa. Even weer wat zaadjes verzamelen erbij. Ho. Zie je, ze komen uit mijn mine. Dat is niet. Oké, okay, dit is helemaal niet goed. Hier moet ik ook even wat op verzinnen. Ik denk dat ik gewoon oude toortjes moet plaatsen. Oh, ik heb er wel een aardappel van gekregen. Nou, een oh, bake potato. Nam, nam, nam. Lekker hoor. En dan ga ik, denk ik, ook maar, maar beginnen aan mijn beginhuisje, denk ik. En ik ga daar gewoon een heel erg simpel steenhuisje verbouwen. Zo. Het is groot genoeg, denk ik. Tenminste, het is inderdaad groot genoeg. Want ik heb amper ruimte hier. Ik zit eigenlijk even naar te kijken en naar de grootte. En dit lijkt eigenlijk gewoon op mijn tuinhuisje. Het is niet al te groot, maar het is iets. Ik kan er nog net een koe in kwijt. <laughs> ik kan er echt gewoon net nog een koe in kwijt. Maar ja, weet je. Ik bedoel, als wij op een gegeven moment genoeg hout hebben. En we hebben net even wat meer ruimte, hopelijk. Dan, uh, dan moet dit wel goed komen, denk ik. Oh jeetje. Ik dacht gewoon iets te horen. Er komt gewoon weer een zombie omhoog. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dit even afsluiten. Want als er na nou de hele tijd iets achter mij komt. Dan ben ik echt pittig de shaak. En moet ik jullie eerlijk zeggen. Uh, het huisje. Het is niet het allermooiste huisje. Maar ik ga even gewoon nu doen wat de, wat de pot schaft, eigenlijk. Dus wat ik nog kan doen, ik kan hem nog wel zo mooi maken. Ik bedoel, dan lijkt het net een soort stenen tempel of zo. Dan, uh, dan woon ik maar eventjes uh, tijdelijk in een soort tempel. Luister, zolang ik er maar overleef, ja. Dan vind ik het helemaal prima. Die scha... Oh, god. Die schapen zitten vast, hè. Oh, nee. Kom eens. Kunnen jullie weg of zo? Nee, hè? Jullie zitten vast. Oh, uh oh. Wacht. Kunnen jullie via hier dan weg? Jongens, ga eens even weg hier. Kom. Nee. Jullie moeten hierheen. Nee, jullie moeten niet daarheen, kom eens. Nee, maar ik wil jullie niet killen. Kom, wacht. Oh, hoe, hoe kan ik jullie ook weer lokken? Volgens mij met Wii. En ik heb nog geen Wii. Wacht, zo. Hoppa, dat is één. Nee, blijf daar. Blijf daar. Daar blijven. Nee. Ga nou terug. Wat doe je nou weer hier? Oké, okay, ja. Duwen, duwen, duwen. Mooi. Zo. Hopp. Jij ook weg. Of voor mij part, ga je even in mijn huis. Zo. Hoppa. Mooi. Dan zijn die tenminste weg. Jeetje. Even kijken. Dan maken we er even wat ramen in natuurlijk. Ook al heb ik geen zand. Maar dat zand, dat gaan we vast ooit een keer hopelijk kunnen regelen. Ik heb het gevoel dat ik een skeleton daaronder heb zitten bij me. Mine. Ik hoorde de hele tijd volgens mij een skeleton daar. Zo. En dan hebben we voor nu ons, uh, ons huisje. Het ziet er niet uit. Het ziet er echt niet uit. Oh, het begint ook nog eens te regelen. Nou, mooi. Ik hoop, heel eerlijk gezegd, dat die borden gaat groeien. Want ik zie het me namelijk niet overleven in, uh, in deze wereldborden op dit moment. Ik hoop ook dat die bomen gaan groeien. Wacht eventjes. Ik heb sowieso wel even wat meer hout nodig. Dus ik ga even wat gebruiken, denk ik. Ik hoop dat er genoeg ruimte is. Ja, mooi. Dan hebben we hier nog een boompje. Dan ga ik die ook nog even groeien. Mooi. Dan hebben we weer genoeg hout. Ho, gelukkig. Ja, laten we voor de zekerheid ook nog even wat toortjes maken. Maken. Zo. Hier een torch, daar een torch. Sowieso nog. Oh, nee, dat was niet helemaal de bedoeling. Nou, ja, prima. Kijken, hier even snel een torch. En daar snel een torch. En we gaan even kijken. Zit daar een skeleton? Ja, hè. Oh, en er zit een creeper. Oh, Oké, okay. weet je wat? Ik ga het bewaren voor de volgende keer. Tenminste, als ik terugkom, dat hangt van jullie af. Druk even op een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. Misschien helpen de blauw duimpjes wel om de borden te laten groeien. Laten we het proberen. Wow. En we hebben een traveler hier. Oké, okay. um, dat is fijn. Mooi. En daarom sluit ik ook deze video af. Wil je nog nog video's zien, dan de... kan dat. Klik op een van deze video's hiernaast. Maar vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jou de volgende keer weer. Doei doei.